je was op oerol en je was zo aangegrepen door een voorstelling. Kan je mij nog eens uitleggen waarom juist die voorstelling jou zo aangreep? Het was een voorstelling gemaakt door vier mannen. Ze hebben een fantastische scène waarin ze uitleggen over de racial freeze. En dit is het moment waarop de racial freeze zich aandient. Iemand maakt een racistische of stereotyperende opmerking. De ontvanger denkt eerst, oh jee, wat gebeurt hier? Dan lacht de ontvanger het meestal maar gewoon weg. En dan herpakt hij zich en gaan we door met het normale leven. Je bent aangenomen, maar zou je aan de telefoon de naam Sander willen gebruiken? Of Willem-Jan? Of Bart? Je mag zelf kiezen, oké? Die scène waarin ze dat heel goed beschrijven aan, met als voorbeeld de situaties die wij allemaal kennen, die we allemaal ergens gezien hebben, stellen ze zichzelf de vraag, heeft het wel nut om je er tegen uit te spreken? Moet je dat wel doen? En dan zegt een van die spelers, nou, ik doe dat helemaal niet meer, ik ga daar niks over zeggen, laat maar gaan. Dan moet ik ook zo'n hoge prijs betalen. Ik weet niet of ik dat wil. En doordat ze dat zeiden, voelde ik me nog meer begrepen. Ik haat je wanneer je tegen mij zegt, wat spreek jij toch mooi Nederlands. Ik ben huilend de voorstelling uitgelopen en met mij het hele publiek. Het was zo aangrijpend, zo onontkoombaar eerlijk.